Doe maar iemand. Goed zo. Lekker hè? Goed gedaan hoor. Op de 20 weken echo komen Sjanneke en Bas erachter dat er iets mis is met hun dochtertje. Ze blijkt een hernia diafragmatica te hebben. Een aandoening waardoor er een breuk zit in het middenrif en haar darmen en milt in haar borstkas terecht zijn gekomen. Een ernstige complicatie dus. Na ruim 38 weken wordt Sjanneke ingeleid en na een lange bevalling is hun dochtertje Sanne daar. Ze wordt direct na de bevalling bij haar moeder weggehouden en in kunstmatige slaap gebracht, omdat haar organen allemaal op een verkeerde plek zitten. Na een week vinden de artsen haar sterk genoeg voor de grote operatie. En dat gaat gelukkig zo goed, dat waar ze dachten 3 maanden te moeten verblijven in het ziekenhuis, ze al na een maand naar huis mogen. Nou, inmiddels is Sanne 1 jaar en is het de grote vraag, hoe is het nu met haar? Ja, konijntje. Nou, 14 maanden geleden hadden we niet bedacht dat ze er zo bij zou staan. Nee, dat zou goed met haar zou gaan. Nee. Nee. Ja, dat is eten. Eten, hè? Maar het is voor het konijn, lieverd. Leg maar terug. Goed zo. Het is een lekkere kleine vrolijke drukte maken. Als je eruit bed komt halen, dan begint ze al te lachen. Ze is eigenlijk de hele dag vrolijk. Maar als het ergens niet mee eens is, dan laat ze echt wel van zich horen. Stok. Het is alleen maar goed gegaan toen we in het ziekenhuis uitkwamen. Je kan je gewoon niet voorstellen hoeveel zorgen we hebben gehad. Hoe we er zeg maar in spanning bij hebben gezeten. Ergens is het als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar het speelt ook nog wel steeds in je achterhoofd mee. Het zal altijd een beetje anders zijn en bijzonder. En we moeten kijken wat de tijd gaat leren. Hoe ze zich verder ontwikkelt. Oké, blazen. Oké, saturatiemeter eraan. Ja, zit eraan. Wil je iets voor me doen? Ja, zeker. Wil je even een duim omhoog geven naar je vrouw? Ja, had ik al gedaan. Ik had het al gedaan. Oeh, het is een vechtertje. Ja, ze is een kleine druk te maken. We zien dat ze met beademing eigenlijk keurig roze wordt. Dus voor de ernst van wat ze heeft, is dit toch echt wel de beste start. De beste start die ja, je kan bedenken. Ja. Dus de eerste spannende minuten heeft ze gehad. En nu gaan we door voor de rest. Ja. Platform CAD is voor ons heel belangrijk geweest. Daar hebben we tijdens de zwangerschap heel veel steun uitgehaald. Heel veel verhalen van hoe kan het gaan? Wat staat je te wachten? Waar moet je aan denken? Eigenlijk ook dat je verhaal kwijt kan aan mensen die je eigenlijk gewoon meteen begrijpen. Ja, die in hetzelfde schuitje gezeten hebben of zelfs nog zitten en die precies weten wat je meemaakt. Eigenlijk dat doet eigenlijk al zoveel. Ja. Kijk eens. Wat is dat? Slak. Slak. Gaan we op 3, 1, 2, 3. We staan er dus ook bijna een week voorbereid op deze operatie. Sowieso eigenlijk alle kinderen die geboren worden met een gaatje in het middenrif zijn hoog risico patiënten. Het is een hele zeldzame aandoening die wij ongeveer 20 keer op jaarbasis in het Erasmus behandelen. Dan is het toch eventjes een paar uur bij je vandaan en dat is een stukje waar je geen grip op hebt voor zover je dat in de situatie kan hebben. Ik dacht op dat moment, als je ook maar weer terugkomt. Bij Sanne zie je eigenlijk alleen het litteken nog op de buik. En voor de rest, af en toe trekt ze nog een beetje gek met de borstkas als ze zwaar aan het ademen is. In het begin waren ze ook bang voor hoe het zou gaan met eten. Wij horen ook wel van lotgenoten via platform dat eten best wel een probleem, best wel een ding kan zijn. Nou, wij dachten dat Bente een makkelijke eter was qua wat ze allemaal lust. Maar Bente die had op deze leeftijd nog niet met de pot mee en Sanne die eet eigenlijk gewoon alles.
Dus die is nog makkelijker. Ja, ja, hallo. Wacht even. Doe maar iemand. Lekker, hè? Goed gedaan, hoor. Ik moet eigenlijk zeggen, sinds ze een jaar is geworden, alsof, ja, alsof je toch een klein beetje een hoofdstuk afsluit of zo. Heel klein beetje maar. Want je zal het altijd meedragen. Zij zal het altijd met zich meedragen. Maar ik heb wel het gevoel dat dat eerste jaar heel cruciaal is geweest of zo. Ja, en verder. Lekker doorgaan zoals het gaat. Het gaat supergoed. Dus we hebben eigenlijk niks te klagen. We mogen er nu ook op vertrouwen dat het goed gaat. En dat ze het kan. Ja. Ja, de aardappel. Als ik dan er nu zo hier rond zie waggelen, dan, ja, dan kan ik niet alleen maar meer dan trots zijn. Lekker zoet, hè, meisje? Naast Sanne hebben we nog veel meer baby's en hun ouders gevolgd in Handen aan de Couveuse. Ben je benieuwd naar de andere verhalen? Stream ze dan op npostart.nl.